Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is voorstander van de initiatieven rond Wereldschoonmaakdag. Minister Marciano Dassai is van mening dat burgers elke dag hun omgeving schoon moeten houden. Het moet niet aan organisaties worden overgelaten, maar de gehele samenleving moet daaraan meewerken. De bewindsman zegt dat het ministerie op verschillende momenten in het jaar probeert bewustwordingsactiviteiten te organiseren. In het kader van een waste, afval, hebben we in de afgelopen periode heel wat activiteiten ontplooid. Bijvoorbeeld, we hebben laatst, niet lang geleden, volgens mij was dat 2 maanden geleden, hebben we een milieuweek gehouden waarbij we een hele week activiteiten hebben ontplooid met betrekking tot awareness van over waste, het belang van het minimaliseren van plastic afval. We zijn naar scholen geweest, in totaal iets meer dan 30 scholen zijn we geweest om de kinderen een beetje te trainen over plastic afval. Je moet ook niet vergeten het Konidoti project die we nog steeds doen. Het is al meer dan een jaar gaande waarbij we de mensen vragen om hun plastic afval te scheiden van hun normaal afval. Dat halen we dan op en dat brengen we om te laten recyclen. Het ministerie blijft haar werk doen door bewustwording te stimuleren en informatie te geven aan de samenleving. De minister zegt dat het ministerie nog wat activiteiten in petto heeft. Verder hebben we in petto een Green Beauty campagne die in 4 districten zal plaatsvinden. We zullen verschillende buurten aandoen waar het doel is, behalve awareness, om de samenleving te laten participeren in het schoonmaken van de buurten, van het milieu. En dat het duidelijk moet zijn dat het niet alleen maar een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van alle burgers om de omgeving schoon te houden. Dus dat is een Green Beauty campagne die we binnenkort gaan starten in Paramaribo en ook in Komowene, Saramaka en Ikeri. Dus dat zijn voorlopig de buurten waar we gaan starten. En het is de bedoeling dat als deze zijn geslaagd, dat andere buurten dit oppakken. De ROM-minister is er zeker van dat mocht het komende Green Beauty project slagen, er geen World Cleanup Day nodig zal zijn, omdat het overal schoon zal zijn. De buurten moeten er zelf voor zorgen dat ze schoon blijven.